resign the presidency effective at noon tomorrow. That is today and rather good evening. Nu, in de tweede helft van de jaren 80, stromen van meer dan 60 satellieten televisiebeelden naar de aarde die door honderden miljoenen kijkers worden gezien. En een heel nieuwe generatie satellieten zal weldra gelanceerd worden. Het begin van een nieuwe revolutie op televisiegebied. Een nieuwe wedloop gaat beginnen. Zestig jaar geleden was de eerste wedloop naar de televisie heel wat onopvallender. Dit is een van de oudst bewaarde televisiebeelden. Het is 1928. 8 jaar later was het pleit beslecht. De wedloop was verloren door de man die op kop had gelegen en die dit beeld had opgenomen. The station goes on the air. November 1936. De eerste televisieuitzending ter wereld. Het was de opening van BBC TV. De eerste vaste televisiezender die 2 uur per dag, 6 dagen per week, scherpe beelden uitzond. Niet meer dan 2000 kijkers konden deze eerste uitzending ontvangen. Het was de laatste stap in een internationale wedloop naar televisie, waarin een handvol pioniers van Tokio tot Berlijn, van San Francisco tot Leningrad en Londen had meegedraafd. Deze aflevering in de reeks Television gaat over die wedloop. Vanaf het allereerste begin vertoonde de televisie al de trekken van die macht die er nu zo kenmerkend voor is. Zodat John Reith, de eerste algemeen directeur van de BBC, voorspelde dat televisie een maatschappelijke bedreiging van de eerste orde kon worden. Television. Toen televisie in de kinderschoenen stond, keken weinig mensen er naar om. Maar het bleek vanaf de geboorte een uiterst levendig kind. Lang voordat televisie werkelijkheid werd, zag men het al als een verleidelijk idee. Maar in eerste instantie was het een dankbaar onderwerp voor tekenaars van grappen. Al een eeuw geleden zag de Franse tekenaar Robida hoe het zou worden: een vrouw die zich op de buis uitkleedt. Zo is het.
Televisie kan opvoeden. Televisie kan seks en geweld uitdragen. Televisie kan de oorlog tot in onze huiskamer brengen. In de wedloop die zou beginnen, had iedereen zijn eigen fans. En ze hebben die nog. Bear definitely was the very first to successfully demonstrate television. And he said very quietly to me, I come to tell you that I have achieved television. Электронное телевидение было впервые изобретено нашим соотечественником, профессором Борисом Львовичем Розингом в 1907 году. Man muss sich aus der Situation heraus vergegenwärtigen, dass alle diese Länder, die ich schon nannte, the idea was that we were trying to beat the British to get a continuing service of television on the air. ですから大変私はそのこれで初めてテレビジョンの基礎ができたとこう思いましてね。And all these great minds were working night and day was a kind of an international race. Wie de wedloop gewonnen heeft, wie televisie heeft uitgevonden, dat hangt af van in welk land je woont. Maar gewonnen is hij, 100 jaar geleden al. Al 100 jaar geleden begon men in Rusland, Duitsland, Amerika, Frankrijk en Engeland te experimenteren met wat later televisie zou heten. Rond 1920 waren er al ruim 50 ontwerpen geregistreerd voor het verzien, voor televisie. Er was al een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen twee verschillende manieren om televisiebeelden te maken. Daarover zou een bittere strijd ontstaan. De deelnemers aan de wedloop in twee kampen verdelen. Sommige pioniers hielden vol dat televisie elektronisch moest zijn, gebaseerd op de pas uitgevonden kathodestraalbuis. Anderen waren ervan overtuigd dat je televisie mechanisch moest maken. Dit is het hart van de mechanische televisie, de Nipkow-schijf. Die draait op hoge snelheid rond in de televisiecamera en ook in het ontvangtoestel thuis. Hij heeft duidelijk zijn tekortkomingen en geeft een grof beeld. Daarmee maakte hij zich onmogelijk op den duur. In het begin van de jaren 20 experimenteerde men met het ontwikkelen van televisie in Europa, Amerika, de Sovjet-Unie en Japan. In Engeland had een uitvinder van Schotse afkomst zich enthousiast op de ontwikkeling van televisie geworpen. We introduce Mr. John Baird, the inventor. This is the scanning disc with its lenses. This is the second disc by which the light is further divided and passes into the light cell. John Logie Baird was een rusteloze, aardige man die al heel wat in zijn leven had uitgevoerd voor hij in het begin van de jaren 20 met televisie begon. Hij was toen 34. Deze uitvinder van Baird's ondersokken, de zakenman die in de West in delicatessen had gehandeld, in Glasgow in namaakdiamanten en in Londen in zeep, richtte in 1923 zijn tomeloze werkkracht op het draadloos zien, zoals hij het in een advertentie in de Times noemde. John Baird was diep overtuigd van de mogelijkheden van de mechanische televisie en verwierp het elektronische systeem. Dat zou uiteindelijk een fatale misvatting blijken. De wedloop naar televisie begon onopvallend hier in Hastings in februari 1923. Een hem onbekende Schot klopte op de deur van radiohandelaar Victor Mills. He was dressed in an old raincoat. Certainly didn't look as though he owned anything. And he said, I fitted up an apparatus for transmitting pictures, television. And he says, I can't get it to go. Well, I'd arranged to go and see him. So I went down there. The workshop proper didn't exist. He had a collection of junk. That's what he boils down to. Now, quite truly, I wouldn't have given £2 for the lot. De verzamelaar van al die troep was John Logie Baird, samen met vrienden. Doodkistenhout, elkaar vastgemaakt met stopnaalden, hoedendozen, zegelwas. En de draaischijf was gezaagd uit een oude theekist.
maar al was de uitrusting primitief. De twee heren beleefden een historisch ogenblik. En I put my hand in front of the neon, just a flick. But in the meantime, Baird yelled out, "It's here, it's here." Dit beeld, hier gereconstrueerd, was het eerste bewegende beeld op afstand ter wereld. Baird, ongeduldig als hij was, begon meteen demonstraties voor de pers te houden. Omdat hij altijd pech had, werd hij uit zijn kamers in Hastings gezet wegens het veroorzaken van ontploffingen. Hij verhuisde naar Londen, waar hij zijn proeven voortzette. Met alle charme van zijn persoonlijkheid probeerde hij geld en steun te krijgen. Hij bezat zelf geen cent en zocht naar sponsors. In maart 1925 gaf hij demonstraties in een groot warenhuis, Selfridges, dat een publiekstrekker zocht om klanten te lokken. Onder de eerste kijkers was een schoolmeisje, Elizabeth Wood. En toen kwam Mr. Baird in. Really gave us a demonstration of all the apparatus and told us how it happened. And then it came on, and it was a little disappointing, really, because there were black lines sort of wiggling across it, and it jumped up and down. And then we all clapped rather politely, because we were all at the front of the television. I think the trouble was that we believed that if they could make this film, they could see into our houses. We could see them, they could see us. We weten van Baird zelf dat hij in Londen haast geen geld had voor apparatuur, nog minder voor eten en helemaal niets voor kleren. Maar zijn proeven lukten steeds beter. Hij kon een beeld van een gezicht dat knipoogde van de ene naar de andere kant van een kamer zenden. Omdat een levend mens niet tegen de schroeihitte van de lampen kon, waarin men doodstil moest blijven zitten, gebruikte hij Stokey, een buiksprekerspop. In de herfst van 1926 was de afstand tussen zender en ontvanger al van 1 meter gegroeid tot 13 kilometer. Hij had een eigen bedrijfje opgericht, Television Limited. Maar zijn concurrenten vorderden ook gestaag. Ook in 1926 experimenteerde in Japan een jong ingenieur, Kenshiro Takayanagi. En hij met elektronische televisie. Hij besefte heel goed dat het erom ging eerste te worden. Ook in de Sovjet-Unie maakte men zo eind jaren 20 goede vorderingen. Blind voor een maatschappij die op zijn kop stond door de Oktoberrevolutie, kregen Russische geleerden de beginselen van televisie onder de knie. Это по существу первое телевизионное изображение, движущееся изображение, полученное у нас в 1928 году. In Leningrad richtte men een studio in voor mechanische televisie. En in Tashkent experimenteerde men al in 1926 met elektronische televisie. Voorlopig was radio het nieuwe wonder voor het volk. Ook verliet een aantal Russische natuurkundigen het communistische Rusland om in het Westen mee te doen aan de ontwikkeling van televisie. Een van die dissidenten uit de Sovjet-Unie was Vladimir Zvorikin. Hij was overtuigd van de mogelijkheden van elektronische televisie, maar zijn ideeën vonden geen genade bij zijn chef in de Amerikaanse Westinghouse Company. Hij was niet heel impressed. So finally he asked me a few questions, mostly how long did I work with this system and so on, and departed, saying few words to the director of the laboratory. Later on I found out that what he said was, put his guy to work on something more useful.
Al gauw ging Svorikin werken voor de machtige RCA. De directeur daarvan was ook al een Rus, David Saranov. De band tussen televisie en de Amerikaanse zakenwereld was nu snel gesmeed. Saranov, een van de radiopioniers in de Verenigde Staten, voorspelde wat de toekomst televisie brengen zou. Hij zei: het hele land zal hierdoor aan iedere nationale optocht deelnemen. Hij voorspelde dat televisie de verhoudingen tussen de mensen zal veranderen. Saranov had toen al het werk gezien van een serieuze concurrent die de eerstvolgende 10 jaar een harde tegenstander zou blijken. Green Street, nummer 200 in San Francisco, is nu een historisch monument. Elma Farnsworth weet nog best hoe het hier 60 jaar geleden toe ging, toen haar man hier experimenteerde met elektronische televisie. Het was 1927 en Philo T. Farnsworth was net 20. Zijn weduwe herinnert zich haar huwelijksnacht toen hij haar over televisie vertelde. He said, you know, there's another woman in my life. And I said, well, I didn't say anything, I was so dumbstruck. And he said, well, her name is television. And in order to have enough time together, I want you to work with me. And he said, we're going to be working right on the edge of discovery, and it's going to be very exciting, and I want you to be part of it. Television is about to emerge from the laboratory to bring into your home news, entertainment, and material of educational value. RCA probeerde al gauw Farnsworth uit te kopen. Hij zei nee. Maar uit zijn eerste demonstratie voor zijn sponsors in mei 1928 bleek dat hij nog lang niet alle problemen had opgelost. Een van die sponsors was bankier Daddy Fagan. Mr. Fagan called out and he said, when are we going to see some dollars in this thing, Farnsworth? And immediately a dollar sign appeared on the screen. Intussen ontwikkelde Baird in Londen zijn mechanische televisie. Het toestel bleef log en lawaaierig. In 1928 werden de Televisor-toestellen van Baird per advertentie aangeboden voor tussen de 20 en 150 Engelse ponden. Maar de meeste enthousiastelingen zetten voor onder de 20 pond Baird's do-it-zelf bouwpakket in elkaar. Het werd hoog tijd voor gedurfd stuntwerk. It is interesting to note that as far back as 1928 I spanned the Atlantic with television. Als hij probeert meer publiciteit en een grotere verkoop te krijgen, slaagt Baird erin, in februari 1928, om televisiebeelden van Londen naar New York te zenden. Zijn aandelen vlogen omhoog. Op de terugreis haalde hij een andere stunt uit. Zijn televisieploeg zette de apparatuur aan boord van het stoomschip Berengaria, midden op de Atlantische Oceaan. Baird bood de marconist aan hem zijn verloofde te laten zien in de Londense studio's. De pers was in de wolken. Gelieven ontmoeten elkaar op televisie, schreeuwden de koppen. Over één feit zweeg men dat de marconist zijn meisje amper herkende. De lage golflengte maakte veel groter bereik mogelijk dan de huidige televisie, maar de beelden van mechanische tv bleven slecht, hoe Baird ook zijn best deed. Logie Baird's enthusiasm was so catching. We would work for hours because he would be there and he'd say, I've nearly got it, I've nearly got it. And we were rooting for him, you know, we wanted him to get it right. Yes, I think that we all saw that it was going to be something very big. We didn't know how. Amerika was rond 1930 een grote kanshebber in de wedloop naar televisie. Er werden opzienbarende demonstraties gegeven. And we'll now show you the first motion picture record of a television image. This picture was recorded and synchronized with sound in the General Electric Company's House of Magic at Schenectady, New York, and was produced. Ondanks zijn talent voor publiciteit zag Baird wel dat hij ernstige concurrenten had. People have heard a great deal about television. Voor 1930 waren er in de Verenigde Staten al 18 zendvergunningen verleend voor uitzending van gezichten en silhouetten. Die demonstraties trokken enthousiaste kijkers. In Amerika werd ook het eerste toneelstuk voor televisie geproduceerd en de eerste uitzending van buiten een studio tot stand gebracht.
Ook in Frankrijk, Duitsland en de Sovjet-Unie maakte men snelle vorderingen met televisie. Bert begon zijn langdurige en harde pogingen om de BBC zover te krijgen zijn televisiebeelden uit te zenden. Bert had er geen oog voor dat hij ingehaald werd door een ander televisiesysteem, het elektronische. In Engeland was Bert's grootste concurrent EMI, een goed georganiseerd bedrijf dat banden onderhield met Marconi en RCA in Amerika. In de laboratoria van EMI in Middlesex werkte weer een andere briljante gevluchte Rus, Isaac Schoenberg, die al snel grote vorderingen maakte met elektronische televisie. Een van zijn medewerkers, Bernard Greenhead, herinnert zich hoe zo'n demonstratie verliep. Everybody seemed to be particularly pleased, and I think we were very pleased ourselves that there hadn't been any breakdowns, the equipment hadn't coughed at any time. And after the visitors had gone, Schoenberg came back into the control room and he said, well, gentlemen, you seemed to have perfected the biggest time waster of all mankind. I hope you use it well. Now tell me, sir, whether with this flower in my mouth I can sit quietly at home as this woman would have me do. Juli 1930. Het was zover. John Logie Baird behaalde een overwinningje. De BBC zond via zijn mechanische televisie uit met maar 30 beeldlijnen. Nauwkeurig gereconstrueerd hoe je op een Baird-ontvanger het eerste toneelstuk zag ooit op Engelse televisie vertoond. De man met de bloem in zijn mond van Pirandello. Het werd 57 jaar geleden uitgezonden. Of course, they had to adapt themselves most ingeniously to our very tiny area of operation, head and shoulder views of people. Movement of artists in and out of the picture was very carefully and gently done. If you wanted to change of scene, you had to very carefully slide in a thing looking like a draft board, which was slid in slowly in front of the artist, and then while that was there occupying the screen, the artist would get out of the chair and the other one would get in. I was only joking. Well, I must be going. The very worst I might do is to kill myself. It was a miracle of television that appealed to people at the very beginning. The fact that you could see anything at all. Subject matter hardly mattered, hardly concerned them. It was just seeing something. Almost in those very early days, when radio had only been going 6 years, 7 years, even listening was a thrill to many people who'd made their own sets and so on. And the same with television. The people who saw it at the beginning were almost only those who'd made their own sets. Bert schatte in 1929 het aantal televisietoestellen in Groot-Brittannië op 29. Daar konden er dus nog wel wat bij. Een televisietoestel was toen even duur als een auto en alleen zeer technisch begaafde fanatiekelingen konden hun eigen ontvangers in elkaar knutselen. Als reclamestunt stuurde Bert dus een televisietoestel naar premier Ramsay MacDonald, die het enthousiast een prachtig wonder noemde. Bert haalde weer de voorpagina's toen hij in juni 1931 als proef de paardenrace een derby uitzond. De beelden moeten de gokkers onder de kijkers tot de wanhoop hebben gebracht. And all that we ever expected or could see were the horses just flashing past the winning post. And that was all rather fascinating. You wouldn't be able to tell one horse from another or one jockey from another, but you could at least tell they were horses. De Sovjet-Unie lag nog steeds in de kopgroep in de wedloop naar televisie. In oktober 1934 vond de eerste proefuitzending plaats voor een zeer klein publiek. En вот когда уже было все подготовлено, прозвучало внимание, внимание, внимание. Товарищи радиозрители, заметьте, радиозрители, смотрите и слушайте первый телевизионный концерт. И радиозрители были без этого телевизора, они не понимали, в чем дело. Они пытались что-то увидеть, смотрели в громкоговоритель и, конечно, ничего не видели. И в редакцию журнала хлынул поток писем. Скажите, куда смотреть? Америка was in het begin van de jaren 30 achterop geraakt. Philo Farnsworth experimenteerde in zijn studio nog steeds met elektronische televisie. Na een aanloopperiode met successen raakte de jonge televisieindustrie op doodspoor door concurrentiezucht en doordat de beelden zo slecht waren dat niemand op televisie reclame wilde maken.
Er ontstond een fel juridisch gevecht over patenten tussen de RCA van Sarnoff en Philo Farnsworth dat jaren duurde, waardoor de televisie in Amerika in coma raakte. Sarnoff voorspelde wel wat ging komen. Het beeld wordt in de politiek belangrijker dan het woord. En reclame krijgt ongekende mogelijkheden. Technicians in the Farnsworth Philadelphia laboratories have helped to make television the dazzling dream of the decade a practical reality today. Voorlopig ging de televisie in Amerika terug naar de laboratoria, waar men in het geheim grote vorderingen maakte met elektronische televisie. Dat onderzoek werd gefinancierd door concurrenten van Farnsworth, zoals de RCA, die vastbesloten was de race te winnen. We didn't want anybody to know how well we were doing. I mean, it was sort of like a spy. Anybody would give it away, the British would know and would beat us. So that was the whole purpose of that early secrecy, just to make sure that we were first. Vanaf augustus 1932 deed Bert regelmatig proefuitzendingen op 4 dagen in de week via de zenders van de BBC. Maar de BBC werd steeds ontevredener met de vage beelden van Bert. Ook al omdat de elektronische televisiebeelden steeds scherper werden. Televisie was een nachtmerrie voor de technici en voor de optredende artiesten. Vooral de make-up was ronduit smerig. En de artiesten in de televisiestudio van de mechanische televisie moesten vaak in het pikken donker werken in een piepkleine ruimte belicht door 1 sterke lichtstraal. We had make-up on. They put make-up on me with black lipstick. I looked like Pola Negri or Garbo years ago in silent pictures. De danseressen Vera McConaughey en Gwelda Waller maakten die bizarre werkomstandigheden uit de beginjaren mee. Vooral het schminken. Holy yes, dreadful. What? Royal blue noses at the side of the nose and royal blue lips and something on the cheek, I think. Yes, green. And I went to a weird little studio with black and white squares on the floor and black and white squares on the wall and blinding lights and a queer makeup with blue lips, and I was going out on a date, and that was most annoying. And we looked like puddings when we looked at each other, didn't we? Yeah, quite frightening. Almost put us on fast drive. Indeed, it was horrible. And they wanted the Mexican hat dance, so I had the hat there, and I had to do it on my toes, whether I liked it or not. And of course, I had to have music. Rond 1934 eisten Bird sponsors dat hij rekening zou houden met de vorderingen van de elektronische televisie, zoals die door Farnsworth in Amerika werden gedemonstreerd. Toen Farnsworth toch in Engeland moest zijn om geld los te krijgen voor zijn juridisch gevecht met RCA, gaf hij een demonstratie voor Bird. Mr. Baird was extolling his method of television, and he thought that it was better than Phil's and all this. And he got to the door of this room, and he got a sight of the screen, and he became still. He carefully and slowly advanced to it like one mesmerized until he stood right in front of it and stood there for quite some minutes. And then he just turned and left without a word. And Phil felt very badly for him because he knew that he was hearing the death knell of his pet method of television. De sponsors betaalden Farnsworth $50,000 voor elektronische onderdelen, zodat Bird er zijn mechanische systeem mee zou kunnen verbeteren. Maar Bird wilde van zijn systeem niet afstappen. Rond 1935 liep ook Duitsland vooraan met regelmatige uitzendingen, weliswaar nog met weinig scherpe beelden.
In 1935 bezocht propagandaminister Goebbels een televisietentoonstelling in Berlijn. Vreemd genoeg hebben de nazi's nooit geprobeerd de televisie voor hun propaganda te gebruiken. Hitler is nooit voor de televisie opgetreden. De nieuwsuitzendingen werden maar door een handjevol toestellen in Berlijn ontvangen. Wat die Engländer Ende 1935 kunnen, dat kunnen wir schon lange, und zwar schon heute. Und deshalb wurde am 22. März 1935 von heute auf morgen der erste Fernsehprogrammbetrieb der Welt eröffnet. Engeland heeft nooit willen toegeven dat het systeem dat uit Nazi-Duitsland stamde in feite de wedloop had gewonnen. Hoewel de Duitse beelden met 180 beeldlijnen veel grover waren dan die met de 405 beeldlijnen waarmee de BBC een paar maanden later uitzond. Samenarbeid met de Duitse Reichspost opgenomen, die bereid sinds de jaren. In de studio in het hoofdpostkantoor in Berlijn werd Ursula Patschke de eerste televisieomroepster. 6,772 meter per beeld en op welle 7,06 meter per toon. Ik bezat een hond, die had mij immer begeleid. En die tijd wurde lang, wat sollte ik nog alles brengen? Dan heb ik mijn plaats verlassen, heb den hond daarop springen lassen, heb een Männchen machen lassen en gezegd: mach wow wow. En dan had hij natuurlijk wow wow gemacht. En dat had alles gewirkt, die mensen waren fasziniert. In Berlin, before the war, when I was Daily Telegraph correspondent, there was a video telephone service opened between Berlin and Leipzig. I think it was on March 1st, 1936. Hallo? Tag, Helga. Na, siehst du, da bin ich selbst. Na, wunderbar. And now the German press is writing as if a new service, which is just about to start, was the first ever. Een paar maanden later, in 1936, zond de Duitse televisie trots de Olympische Spelen van Berlijn uit. Weliswaar naar een klein aantal kijkers en dan nog voornamelijk in kijkzalen in Berlijn en Hamburg. De cameraman die met de pas ontworpen apparatuur werkte was Walter Bruch. En die stille waar de camera was, was genau das Ziel daar drüben vom 100 meter lauf. Dort konnte man also übertragen, wie Jesse Owens damals seine Goldmedaille verdient hat. Und das war also ein herrlicher Platz und für mich ein unvergängliches Erlebnis. Ich bin kein Sportler und ich habe das alles durch den Sucher der Kamera gesehen und habe also sozusagen einen besseren Platz gehabt da unten als Hitler. In England zou de laatste ronde uitgevochten worden tussen Bert en zijn concurrent EMI. In september 1935 zette de BBC Bert's experimentele uitzendingen na 1500 programma's stop. In een regeringsrapport stelde men een proefperiode van 6 maanden voor, waarin men het systeem van Bert en dat van Marconi EMI naast elkaar zou gebruiken. De studio was in Alexander Palace, 20 kilometer ten noorden van Londen, en men zou in november beginnen. Maar om de verkoop te stimuleren tijdens de Radio Olympia tentoonstelling begon men in augustus al met de uitzendingen. Elizabeth Cowell was met haar gladde stem hier de omroepster. Hallo Radio Olympia, this is direct television from the studios at Alexander Palace. And now you're going to see and hear someone you know well, Miss Helen Mackay. De Britse pers raakte plotseling opgewonden over het verschijnsel televisie. Kan de televisie bij u binnenloeren? Vroeg de Daily Express zich af. En maakt televisie de mensen onvruchtbaar? De Daily Telegraph bedacht de raarste woorden voor de kijkers, zoals de teleziener, televist, hoorbeschouwer, luisterkijker, visionair, binnenkijker, verrestaarder, beschouwer, ooggebruiker, nabijziener en birder. Het woordje kijker werd verworpen. It's here.
Drie maanden later, op 2 november 1936, zond de BBC de eerste scherp gedefinieerde beelden uit. Het was een lied van Adele Dixon, Magic Rays of Light. In de Times stond: wat ogen vol zelfvertrouwen in de verte zagen, is nu nabijgekomen. De laatste sprint in de race naar televisie was nog niet beslist, maar voor Bert zag het er bij de opening steeds dreigender uit. He came to Alexander Palace that day, but apparently nobody thought that he should be invited. It was thought only important executives and government people should take part. And the poor man was left wandering up and down the passage, waiting to be invited, and never was. Wasn't that sad? In Studio A van Alexander Palace gebruikte men al meteen het elektronische systeem van EMI. In Studio B stond de laatste wanhopige versie van Baird's mechanische apparatuur. In dit nieuwe systeem werd ieder beeld door een filmcamera opgenomen. De belichte film werd direct ontwikkeld. Nog nat werd die afgetast door een ronddraaiende schijf die de beelden in elektrische stroomstootjes omzette, die dan weer werden versterkt voor uitzendingen via radiogolven. Bert had dus enkele elektronische onderdelen uit Amerika wel ingebouwd, maar hij wilde van zijn mechanische Nipkow-schijf geen afstand doen. Zijn beelden waren wel goed, maar het opnameapparaat maakte een vreselijke herrie en was loodzwaar. En het ergst van alles, het ging om de haverklap stuk. De man die deze nieuwe afdeling van de BBC organiseerde, was Cecil Madden. Zijn budget voor de openingsweek bedroeg £1,000. So in the first week we were able to say that we'd done a play, a ballet and an opera, two editions of Picture Page, a variety show on the Saturday night and a good many items all round in between. So we opened really pretty big. And as I drove in and out from Alexandra Palace, every day one used to look for the television aerial on somebody's house and say, there's one. And 5 miles later, you'd say, there's a new one. We're getting viewers at last. Het eerste actualiteitenprogramma in Engeland heette Picture Page. De omroepster was Joan Miller, het schakelmeisje. Zij herinnert zich het gejacht uit die begintijd. And very, very often indeed, the camera on perhaps the victim who was being interviewed at the time, broke down, whereupon you would see the boys all clustering round, taking her down, and then you would suddenly see my camera coming, rushing up to me, and they, upstairs, I would hear the voice, Joan, the camera's gone, start talking. De belangrijkste interviewer in het programma was de vroegere radioomroeper Leslie Mitchell. Zijn tv-debuut begon voor hem als een verrassing. I went into my office one morning, and my secretary was there in a great state of dither, with the front page of the Daily Mail, and held it up and said, look at this. And it said above it, television Adonis found on the BBC staff all the time. It was me. We were prepared to do anything, though, in those days, and we tried our damnedest. Here's Leslie Mitchell, almost a fireman. His nibs hangs heroically to the top of a ladder. And then on another occasion, the fire brigade did another show in which Jasmine Bligh was supposed to have found herself enveloped in flames and stood on the ledge outside her window while they sent up a gallant gentleman to rescue her and carry her down. She was no small weight. Anyway, she got down safely and all was well. Saved. Ooh, raw. Begin 1937 bereikte het wekelijkse gevecht tussen het stroeve systeem van Bert en het soepele elektronische van Marconi EMI zijn hoogtepunt. The things in Marconi EMI were very easy and smooth, and it all worked perfectly. But in the Baird studio there were complications. The thing often broke down, bubbles appeared on the films, and quite frankly, the artists just didn't want to appear on it. Quite important people came and practically prayed at my desk, saying, don't put us on in the bad week. So I think the finger of doom was on it. In februari 37 was het afgelopen voor John Logie Baird. Men besloot zijn systeem op te geven. EMI had gewonnen.
Na 15 jaar pionierswerk had Bert het onderspit gedolven. Maar zijn rivalen geven toe dat hij veel aan de ontwikkeling heeft bijgedragen. John Logie Baird was, I believe, an excellent propagandist for television. He was thoroughly convinced, I'm sure, that television was the thing of the future. C'est le plus riche qui a gagné. Autrement dit, c'est Emma qui a gagné. Et à partir de ce moment-là, Bird a été sur la touche et presque oublié. Et ça a été, pour moi, pour ma part, je comprends le serrement de cœur, la peine qu'elle a dû avoir devant cet échec. Mais en toute réalité, la télévision doit beaucoup plus à Bird qu'à la société Emmaï. De grote uitdaging voor de nieuwe BBC-afdeling was de kroning van koning George VI, voorjaar 1937. Het was het eerste grote televisiegebeuren waarnaar duizenden Engelsen keken. I really did think we were really breaking new ground, that this was showing the great possibilities of television, because seeing something while it was happening, some event while it was happening, was always thought in our minds at that time, and I think in public minds too, as the real job of television. It was always proclaimed by Baird and others that soon you'll be sitting in your home seeing the Derby and events in all parts of the world coming live to you, sitting in your armchairs, that kind of thing, you see. And this is what we thought in those days really was what television was for. Eind jaren 30 begon men overal in Europa televisie uit te zenden. Zij het nog steeds voor een heel klein publiek. In Frankrijk bijvoorbeeld stonden er in 1938 nog maar 400 toestellen. In Duitsland zond een goed uitgeruste, groots opgezette studio uit naar 11 openbare vertoningszalen. En in de Sovjet-Unie, waar een televisietoestel nog steeds even duur was als een auto, waren rond 1940 ook nog maar een paar honderd televisietoestellen. Na jaren van proefuitzendingen en keiharde ruzies stond in 1939 in Amerika de televisie eindelijk klaar voor de start. 1939. De wereldtentoonstelling in New York, door president Roosevelt geopend, zou het start zijn voor het televisiegeven. Met vooruitziende blik had men de openingsceremonie rond de televisie georganiseerd. David Sarnoff's National Broadcasting Company, NBC, zond hem uit voor een publiek van ongeveer 1000 kijkers. I hereby dedicate the World's Fair, the New York World's Fair of 1939. And I declare it open to all mankind. Sarnoff, directeur van RCA en NBC, maakte van de wereldtentoonstelling gebruik om een nieuw tijdperk, dat van de commerciële televisie, aan te kondigen. De volgende dag bracht RCA televisietoestellen op de markt in 25 verschillende modellen, maar alweer dwarsboomden achterdochtige autoriteiten deze plannen. Na bijna 3 jaar televisie van de BBC, met in Engeland al bijna 100.000 kijkers, scheen het of het hele televisietijdperk opeens werd afgesloten. And then of course the famous day came. I think it was September the 1st, 1939, when it was decided from Broadcasting House that television must stop. And so a message was simply given to the engineers at Alexandra Palace: switch off everything, it's over. And it just so happened that it was in the middle of a film. It was a film, I think, is called Mickey's Hollywood Premiere or something like that. And halfway through, if you please, they hadn't even the courtesy or the taste to let us finish the film. They just cut it off like that. Okay, I've finished you now. And the screen went blank. And that was the end of television
for the war because there was a fear that enemy bombers could zoom in on the aerial, which was a wonderful guide to London. They've made several successful hits on tanks. De televisie moest de oorlog in. Mensen met een opleiding in televisietechniek werden ingezet op de radarposten. Televisiecamera's in bommenwerpers deden een verslag van de aangerichte schade. Er schijnt echter een nog nauwer verband te zijn geweest tussen de verdediging van Engeland en de pas kort voor de oorlog in praktijk gebrachte televisietechniek. But after a year I ran into Lord Swinton, who had been the air minister. He said, what are you doing? I said, well, I've been radar for the last few years. And he said, and before I said I was television. And he said, well, do you realize that actually we started, Britain started public service television because we had invented radar, we knew a war was likely to come, and we wouldn't have had the production facilities to manufacture the cathode ray tubes if we hadn't had public service television going. And we got it on the air in time, so that the moment war started, not only could we use the engineers, but we could use the production facilities to manufacture the radar for the Army, the Navy, and the Air Force, which helped us win the Battle of Britain. In Rusland en Amerika betekende de oorlog het einde van alle televisieuitzendingen. Maar in Nazi-Duitsland ging het anders. Na een korte pauze tijdens de inval in Polen hervatte de Duitse televisie de uitzendingen en ging de hele oorlog door. Televisie bleef de soldaten van amusement voorzien. En de Duitse regering maakte plannen voor de productie van 5000 nieuwe televisietoestellen na het winnen van de oorlog. 1940. De televisie versloeg voor het leger van Hitler de bezetting van Parijs. De chef van de studio's in Berlijn ging speciaal mee om alles te regelen. Also, zu dieser Zeit konnten uns in Paris die ganzen Hospitäle, soweit sie mit deutschen verwundeten Soldaten besetzt waren, sehen. Überall waren entsprechende Geräte aufgestellt. Und außerdem hatten wir den stärksten Fernsehsender der Welt, der von der LMT auf dem Eiffelturm errichtet war. Besser ging's nicht. TV-cultuur voor de Weermacht. Een ballet uit de opera in Parijs. Aan de overzijde van het kanaal bereidde de BBC zich tegen het einde van de oorlog op een nieuw begin voor. I want you back most of the time for a postcard effect, unless I ask you to go into a close-up. Number three on the low tripod, down for the stunt shots. And number two, you start on the caption, keep screwed up high, and after the first caption, turn and dolly onto the set. And it was all kept terribly secret that the studios had been reopened. And so I got hold of the windmill girls, who never let anyone down. And they came with all their dresses and things like that, and soon settled down. Het programma met de Windmill Girls was een testprogramma dat niet door het publiek kon worden ontvangen. Maar al gauw ging men weer gewoon uitzenden. It was all done very quickly and really it was so extraordinary to be doing television in the war after all those years of bleak and blitz and V1's and V2's and all the disasters we'd had. It was in February 1945, which was before VE Day or VJ Day. So it was television in the war, and that hasn't really been known to anybody up to now. Vlak na de oorlog stierf John Logie Baird. Een periode in de geschiedenis van de televisie was met hem afgesloten. En een voorbode van een heel nieuwe periode werd haast door niemand opgemerkt. In een klein specialistisch tijdschrift publiceerde in oktober 1945 Arthur C. Clarke een artikel met zijn toekomstdroom. Het ontwerp voor een televisiesatelliet. 17 jaar later zou de satelliet Telstar een nieuwe wedloop om de kijkersgunst starten.
Volgende week, rechtstreekse beelden uit.